'Sochtends terug uit Erfurt en 's middags reed ze in Tilburg de eerste rondjes op de naar haar vernoemde ijsbaan. De Irene Wüst ijsbaan werd zaterdag officieel geopend. Ja, ik zat in de weg, op weg van Erfurt hier naartoe en toen werd ik stiekem toch ook wel een beetje zenuwachtig. En dacht van ja, het is wel heel speciaal als je gewoon op je eigen ijsbaan gaat schaatsen. En dat kunnen, ja, wie kan dat nou zeggen? En dat is echt, ergens nog wel heel erg onwerkelijk. Het voelde hartstikke goed en het is een mooie ijsbaan, een heel mooi lichtinval. Dus het schaatste wel heel speciaal. Hoewel de ijsbaan al zo'n 2 weken open is voor publiek, waren er toch honderden mensen op afgekomen. Want naast Irene Wüst schaatsten Paulien van Deutekom en Carl Verheijen mee met een korte clinic. Grote namen die misschien in de toekomst in Stappenhoorn aan de start verschijnen voor een NK. Ja, dat zou mooi zijn. Het zou het mooiste zijn als je in de toekomst nog een keer op je eigen baan een nationaal kampioenschap kan rijden. Dat zou het mooiste zijn, maar ik weet het niet. We zullen het moeten afwachten. Er wordt in ieder geval al veel plezier beleefd op het ijs, want de rest van de dag werd er volop geschaatst.